Forex is de grootste en een van de meest volatiele markten ter wereld. Er zijn ontzettend veel handelsmogelijkheden, maar om hier succesvol te zijn, moet u weten wat de prijs op de Forex-markt doet bewegen. Net als elke andere markt wordt Forex beïnvloed door een verschuiving van vraag en aanbod. Als u bijvoorbeeld denkt dat de euro sterker zal worden ten opzichte van de US dollar en de vraag naar de euro zal toenemen, dan koopt u dat Forex-paar. Als u verwacht dat de euro zwakker zal worden, verkoopt u het paar. Maar wat maakt dat valutakoersen fluctueren? Rentetarieven spelen een belangrijke rol in de Forex-markt. Een verhoging van de rente kan zorgen voor meer investeringen, waardoor de munt van die bepaalde regio sterker wordt. Aan de andere kant zorgt een hogere rente er ook voor dat het geld duurder is om te lenen. Een stijging zou dus kunnen zorgen voor minder investeringsmogelijkheden, waardoor de munt van de desbetreffende regio zwakker wordt. Een andere factor, economisch nieuws en aankondigingen. Bruto binnenlands product, banencijfers, handelsverkopen en consumentenprijsindexcijfers kunnen allemaal het vertrouwen in de economie en daarmee de valuta van de economie beïnvloeden. Centrale banken spelen ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld met hun monetaire beleid. Als er geld in een economie gepompt wordt, dan bestaat het risico dat een valuta zal depreciëren. Tot slot het sentiment onder beleggers. Het algemene gevoel onder beleggers met betrekking tot de toekomst en richting van de markt. Dit kan aanstekelijk zijn. Gaat u met de massa mee of gaat u juist de andere kant op? Nu heeft u een beter beeld waarom de Forex-markt beweegt. Wat kunt u nog meer doen? Volg het nieuws en let op de feiten die de Forex-markt kunnen beïnvloeden. Hou een kalender bij met economische aankondigingen. Vooral de Amerikaanse non-farm payroll bijeenkomsten van de Federal Reserve en de bijeenkomsten van de ECB zijn belangrijk. Dus weet altijd wanneer nieuws omtrent deze onderwerpen uitkomt. Onderschat nooit de invloed van de ontwikkelingen in de verschillende wereldwijde economieën. Bijvoorbeeld, wanneer China een project aankondigt, dan kunnen beleggers verwachten dat Amerikaanse bedrijven materialen gaan leveren, wat weer goed is voor de dollar. Door bij te blijven bij het laatste nieuws over de wereldwijde economieën is het gemakkelijker om kansen op de Forex-markt te identificeren.